van een papier. Dit kennen jullie uit de praktijk. Ik heb in het verleden als maatschappelijk werker in de verslavingszorg en de maatschappelijke opvang gewerkt. En ik kende er nog veel meer papieren. En wat was je aan het uitzoeken voordat je een beetje de nieuwste nota bovenop had liggen en het kon gaan uitzoeken. En mijn droom is altijd dat je net zoals dat je naar de site Mijn Pensioenoverzicht kunt gaan. En op dat moment komen uit allerlei databases gegevens bij elkaar en krijg je een mooi overzicht van zo ziet mijn pensioen eruit. Dat je op eenzelfde makkelijke manier gewoon eens even in één klap al je schulden inzichtelijk kunt krijgen, hè, uit publiek en privaat domein. En dat je dan heel gericht daarop kunt werken, dan kun je ontzettend veel tijd besparen. En wat is het gaaf dat ook het bedrijfsleven een stap naar voren zet om dit soort maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Als ik even heel kort reflecteer op alles wat we gehoord hebben, dan heeft het ook al te maken met het zoeken van die nieuwe verbindingen. Jacques Mikkers die begon daar al over de Bossenbond. Eigenlijk het weer samen gaan werken tussen gemeente en samenleving. Dat ook een plek gunnen. Maar ook samenwerken met bedrijfsleven, met kennisinstituten, maatschappelijke ondernemingen, noem het maar op. Het onderwijs niet te vergeten. En er zijn heel veel goede voorbeelden genoemd. En je moet de sprong wagen. Frederike wees daarop van dat doe je als je de ander vertrouwt. En inmiddels zie ik in heel Nederland heel goede voorbeelden daarvan ontstaan. Ook tussen gemeenten, de jeugdhulp vaak en het onderwijs. Ik kom op steeds meer plaatsen dat men heeft gezegd, de professionals moeten geen last meer hebben van het geld. Als er een probleem in de school wordt gesignaleerd en het probleem zit eigenlijk thuis, dan moeten die professionals daar dwars doorheen kunnen werken en wij gaan het in vertrouwen zo inrichten dat ze er eigenlijk één budget van maken. Nou, dat zijn mooie voorbeelden. Of de verhouding tussen gemeenten en de organisaties die namens gemeenten ook taken doen. Kort na de decentralisatie was er toch wat schrik, wat wantrouwen, wat treffen we hier aan. En kun je ook zo gaan werken dat je meer gaat werken in relaties van duurzaam vertrouwen, de lange termijn. Ik vond Pieter Topsta scherp in. Die had het over iets heel moois wat was ontstaan en volledig aan de kant werd geslagen door een aanbestedingsronde. Moeten we nog wel in dat soort modellen werken? Of ga je eigenlijk zoals je vroeger ook het maatschappelijk werk bekostigde, dat was gewoon lump sum. En je kende elkaar in de uitvoering, want je kwam elkaar voortdurend overal tegen. Hè? Met de woningcorporaties, de huisartsen, de wijkagenten, de buurtopbouwwerker, de ondernemers die daar werkten enzovoort. En dat je op die lokale schaal weer nieuwe verbanden gaat zoeken. Pieter Tops had het ook over liefdevolle strengheid. En dat vond ik nogal een spannende naar die vrije denkers toe. Die eigenlijk zeiden, je moet mensen niet naar het midden van het normaal persen. Dus eigenlijk hebben we van verschillende sprekers eigenlijk wel dingen aangereikt gekregen. Van soms moet je ook gewoon even optreden en duidelijk zijn. En bal over de lijn is uit, fluiten. En anderzijds ook ruimte geven aan creativiteit. En maak niet te veel plannen voor de lange termijn. Maar laat het ook gewoon ontstaan. Kennelijk de twee stoepranden waar we tussen moeten blijven rijden. Wim Daniels had het over taal. Gut, we zullen een afdeling nazorg inrichten voor Rotterdam. Maar er waren ook al een paar andere partijen die een veeg uit de pand kregen. En ik kan u vertellen, daar bij de koffie en zo heb ik van heel veel gemeenten gehoord van als ze bij ons op die manier hadden gekeken, dan had je ook al een paar van dit soort dingen aangetroffen. Enerzijds is er al heel veel tijd en energie gestoken in het eenvoudig maken van brieven en goed communiceren. En tegelijkertijd, elke keer gebeurt het weer, weet je wel. En dan komt er een stukje informatie uit een afdeling wat volstrekt onbegrijpelijk is voor onze burgers. Hij daagde ook ons uit om het woord sociaal domein te laten opnemen in de dikke vandalen. Nou ja, de dikke dat sloeg natuurlijk op het boek, dat is straks alleen nog maar digitaal. En het woord sociaal domein zou wel ontstaan zijn omdat de gemeenten altijd al hadden over fysiek domein en het economisch domein en zo. Wat vinden jullie eigenlijk? Moet dat een woord worden in de vandalen, sociaal domein? Wie vindt dat? Het zijn maar weinig handen, hè? Wie vindt dat onzin? Ja, ook niet veel meer. De meesten zijn neutraal, hè? Dus we zullen wel zien wat het in de toekomst gaat worden. De samenleving vormt zijn eigen taal. Wat ook wel aan de orde kwam, was het werken vanuit cliëntperspectief. Dat hebben we natuurlijk op enige manier altijd wel gedaan. Dat vinden we belangrijk, dat we altijd op onze congressen geraakt worden door een persoonlijk verhaal. En wat heeft Esther Krombach ons geraakt? Met haar verhaal, hoe ze op 11-jarige leeftijd blind werd en haar nieuwe weg in het leven moest vinden, maar haar handicap eigenlijk zo heeft kunnen omarmen dat het een deel van haarzelf is geworden, sterker nog, haar kracht is geworden. En ze had het over blind vertrouwen. En ook daarin gaf ze eigenlijk zo aan, je moet die ander vertrouwen, hè, voordat je die sprong kunt wagen. En tegelijkertijd zei ze, ik ben niet naïef. Ik weet ook wel wanneer ik mijn pincode even niet geef aan iemand op straat, maar wel bij die ene winkel waar ik het vertrouwen heb dat ze daar goed mee kunnen omgaan. En ze zei, gebruik daarvoor je intuïtie.
En dat is ook weer een soort revival van je mag ook gewoon voelen van deugt het hier, klopt het hier. En ik vind dat soms wel de kracht van mensen die jarenlang in de uitvoering zitten. Dat ze iets van die intuïtie hebben ontwikkeld van word ik door deze klant nu belazerd. Of is het iemand die gewoon ontzettend geholpen moet worden. Waar moet ik met de mattenkloppen naartoe en waar moet ik met het verbandtrommeltje naartoe. En dat die ruimte voor die professionaliteit, maar wel in een lerende context, die is heel belangrijk. En ik vond dat Paul de Beer ons volkomen terecht ook wees op. Het is niet alleen doen, leren. De lerende praktijk heel belangrijk, maar borg het ook in wetenschappelijke kennis. En juist een sector als werk en inkomen heeft altijd al zoveel last dat je zit onder de dominantie van de politieke ideologieën. Als er weer een verschuiving heeft plaatsgevonden, moet ook gelijk weer het beleid worden aangepast aan die ideeën. En we moeten eigenlijk veel meer verankering hebben, ook met wetenschap, met kennisinstituten, om te zorgen dat we ook dat het klopt wat we doen. En wat dat betreft prikt hij een paar mooie beelden door die wij kennelijk allemaal met z'n allen hebben. Hoe dat verschil zit tussen jong en oud. Alsof het iets zegt over de periode waarin iemand geboren is. Maar eigenlijk zegt het meer over hoe oud je zelf bent, hoe je tegen een aantal dingen aankijkt. En dat zijn de goede spiegels waar we ons door laten voeden. Nou, het was mooi dat de staatssecretaris hier was. Ik was ook blij hoe ze eigenlijk ook het vertrouwen in het werk van Divoza uitsprak. De kennis van de uitvoering, die ook invloed heeft op rijksbeleid. Dat we daar duwtjes in mogen geven vanuit het gezag van die kennis van de werkvloer. Maar ook de verbinding tussen wat het bestuurlijke deel is en ook de kennis van die uitvoering. De vrije denkers, vond ik, die zeiden, je brengt het doen en het denken bij elkaar. Ik zie best wel grote verschillen binnen gemeenten, hoe dicht de afdeling beleid zit bij de afdeling uitvoering. En als dat heel ver uit elkaar ligt, is dat volgens mij relatief gevaarlijk in deze tijden. Het is doen, denken, denken, doen. Maar dat wel in het framework van die wetenschappelijke context. Heel boeiend. Wat zij voor pleiten, was blijf niet een beetje verbeteren. Het gaat om echte systeeminnovatie. Niet 10% beter, maar 10 keer beter. Misschien moeten jullie zo eens terug naar jullie managementteams van wat zouden we dan doen? Hoe gaan we nou van de kolenkachel naar de gaskachel? Hè? Of van de gaskachel naar de warmtewisselaar? Ik heb dat voorbeeld eerder genoemd. Dat zijn schaalsprongen die je op een andere manier naar moet kijken dan voortdurend een beetje verbeteren. En met zorg mishandelen. Moet je dat dan doen met je teams? Interessant. Heel veel om over door te praten als we terugkomen. Ik denk dat Ron terecht wees op die kloven in de samenleving. En ik vond het ook interessant, die samenwerking met bedrijfsleven. Dat gebeurt op heel veel plaatsen. En het zijn juist als de relaties goed zijn, dat er ook heel veel mensen te plaatsen zijn die nu nog niet werken, maar op die manier aan werk geholpen kunnen worden. En de zoektocht wat ze daar soms extra bij nodig hebben. En het is heel interessant dat het bedrijfsleven ook dit soort verantwoordelijkheden neemt. Ik heb ook horen zeggen van als je alleen maar in het money-driven systeem blijft zitten van het gaat om geld verdienen, dat je in een aantal samenlevingen, ik noem maar de Brexit en Trump, dat je soms ziet dat een boze samenleving dan 1 keer per 4 jaar heel venijnig met een rood potlood gaat afrekenen. En het is heel mooi om te zien, hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen, waar jij ook actief in bent, Ron, op een andere manier ook verantwoordelijkheden neemt voor die samenleving als geheel. En op dat soort agenda's kun je elkaar heel erg goed vinden. Wat ook wel leuk was die hele Superman-formule van ben je nou lokaal je eigen held? Misschien is dat aardige plaatje nog wel ergens te vinden, deze, die van gistermorgen. Ontdek je de held in jezelf? Nou, ik heb zoveel vragen gekregen van doe het nog eens. Nou, dat ga ik niet allemaal doen. Maar het shirtje wordt een soort van collectors item, zou je kunnen zeggen. We hebben daar wat over door zitten filosoferen. En wij doen het volgende aanbod. Als u een mail stuurt naar het mailadres info@divozacongres.nl, info@divozacongres, en u mailt ons hoe u de komende tijd de held wordt voor uw burgers, en hoe u daarmee gaat samenwerken met andere partijen, dan krijgt u van ons zo'n shirtje toegestuurd. U mag uw maat opgeven, dan krijgt u een shirtje. Ja. Dat is het. Ja. Dat is small. Deze. En ik weet niet of het u opgevallen was in die foto, maar Superman is natuurlijk een S, maar dit is natuurlijk de D van Divoza, hè? Ja. Dus die aardig detail. Dus de Divozi in de praktijk. Heeft u een goed congres gehad? Zo tot nu toe. Ja? Ik zie goede geluiden, veel knikkende gezichten. Nou, dan is het zeer geslaagd. En zeker ook geslaagd omdat u in zo'n grote getale bent gekomen.
We hebben veel meer aanmeldingen dan dat we in de afgelopen paar jaar zagen. En dat doet ons ook goed. En daarmee hebben we ook zo'n platform om met elkaar te praten over die grote systeemvernieuwing in het sociaal domein. Waarbij het veel interactiever werken met al die andere sectoren, zoals ik die al even noemde, van zo'n groot belang is. Maar we gaan natuurlijk ook weer uitzien naar een volgend congres. En daarvoor gaat zometeen een filmpje starten. En voor dat congres hopen we u ook weer van harte te ontmoeten. Nodig ook die collega's uit die breedte van het sociaal domein en uw partnerorganisaties waarmee u samenwerkt uit. En wij gaan zometeen een filmpje kijken waar het volgende congres is. En wij hopen u daar allemaal weer te zien. Hartelijk dank voor jullie komst.